De oefenwedstrijd tussen Duitsland en Nederland in Hannover gaat niet door vanwege een dreigende aanslag. Dat spiel Duitsland-Holland wurde soeben abgesagt. Bitte begeben zich in Ruhe naar Hause. Het hele stadion is ontruimd. En verder in het nieuws vandaag. Poetin zweert wraak op IS omdat zij verantwoordelijk zouden zijn voor het neerstorten van het Russische passagiersvliegtuig. En hoe was het leven op een middeleeuws schip? Goedenavond. Er is veel te melden over de strijd tegen IS, maar we beginnen in Duitsland. Want een half uurtje geleden is de voetbalwedstrijd Duitsland-Nederland, die vanavond in Hannover zou worden gespeeld, afgelast. Op bevel van de politie is het stadion net ontruimd. En dit is dan beeld van die ontruiming. Das Spiel Deutschland-Holland wurde soeben abgesagt. Bitte begeben Sie sich in Ruhe nach Hause. Auf dem Weg dorthin. En daar zeiden ze dus dat de wedstrijd is afgelast en dat iedereen rustig naar huis moet gaan. En bij het stadion is Jeroen Wollaars. Jeroen, wat is er precies aan de hand? We hebben zojuist van de politie gehoord dat zij concrete aanwijzingen hadden dat er een aanslag op handen zou zijn. Een aanslag op het stadion hier achter mij. Maar inmiddels begrijpen we van de politie dat er een concreet gevaar dreigt voor heel Hannover. En ik kijk heel even om me heen, omdat de politie hier naast ons staat. We kunnen het eventjes laten zien. Het hele gebied wordt ontruimd. En ook aan ons wordt nu gevraagd om dit gebied te verlaten. Dat begon om 7 uur vanavond, toen mensen in het stadion te horen kregen dat ook zij weg moesten gaan. De ministers Hennis en ik moet hier echt weg te staan hier. We kunnen het misschien nog even laten zien. Gewapende mensen die ons nu ook vertellen dat we weg moeten gaan. Dat gaan we nu doen. Ik doe een laatste zin. De ministers Hennis en Schippers waren hier al aanwezig. We hebben ze zien schrikken toen hen verteld werd dat ze ook hier weg moesten gaan. En ik kan je verder nog vertellen dat de reacties van de mensen hier geschrokken zijn. Geschrokken omdat dit een wedstrijd zou zijn. Een wedstrijd om te laten zien dat het terrorisme niet zou winnen. En ik denk dat de conclusie van vanavond helaas toch een andere moet zijn. Oké, Jeroen, we komen hopelijk later in de uitzending nog eventjes bij je terug. Laten we ook eventjes kijken naar ministers Hennis en Schippers. Die worden weggevoerd bij het stadion. Ja, minister duidelijk geschrokken. Jeroen die heeft ook wat mensen gesproken die daar vanavond aanwezig waren. De stadion werd gesloten, dus we moesten weg. Je kon om een leuke wedstrijd te zien, een vriendschappelijke wedstrijd. En dan krijg je dit te horen. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Eerst sagen wir ziehen das durch mit zig Polizeiaufgeboten und so weiter. Und ich finde, sie hätten es machen sollen. Man weiß natürlich nicht, was jetzt vorgefallen ist. Ja, en als er nog meer nieuws is uit Hannover, dan gaan we uiteraard weer even terug naar Jeroen Wollaars. Voor de Russen was de Islamitische Staat nooit doelwit nummer 1 in Syrië, maar nu wel. Want wat veel mensen al dachten, staat nu ook vast voor de Russen. Het was inderdaad een bom waardoor dat Russische passagiersvliegtuig neerstortte in de Sinaï-woestijn in Egypte. President Poetin zweert wraak op de daders en die zijn dus van IS, zegt hij. De Russen bombarderen al de hele dag doelen van IS in Syrië. Наша работа, боевая работа авиации в Сирии должна быть не просто продолжена. Она должна быть усилена таким образом, чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно. We gaan naar David-Jan Godfroy. Ja, Poetin die zweert dus wraak voor de aanslag op het vliegtuig. Wat betekent dat? Wat houdt dat in?
Dat houdt in dat de komende dagen in ieder geval nog wel zal doorgaan wat er vandaag begonnen is. Namelijk hele grootscheepse aanvallen door Russische strijdkrachten op doelen van IS in Syrië. En dan niet alleen vanaf de luchtmachtsbasis van de Russen in Latakia, dus in Syrië zelf. Maar ook vanaf schepen in de Middellandse Zee, op de Kaspische Zee. En ook lange afstandsbommenwerpers die vanuit Rusland bommen komen gooien. En niet alleen bommen, maar er zijn ook 34 kruisvluchtwapens vandaag afgeschoten. Dus Rusland zet alles in wat het heeft op dat gebied, vanuit de lucht in ieder geval. En dat heeft met twee dingen te maken. Ten eerste wil Rusland dus natuurlijk nog steeds IS militair op de knieën dwingen. Met hulp van de strijdkrachten van president Assad in Syrië zelf. Maar je hoorde het al, er is een tweede element bijgekomen. Namelijk wraak. Wraak voor de dood van die 226 mensen in die Airbus. En die wraak die komt best eens heel hard aankomen daar in Syrië. Ja, en in de strijd tegen de Islamitische Staat heeft Rusland in ieder geval al twee bondgenoten die IS ook meer willen aanvallen dan nu al gebeurt. Amerika en Frankrijk. De Syrische thuisbasis van IS, de stad Raqqa, is afgelopen nacht opnieuw zwaar gebombardeerd door Franse gevechtsvliegtuigen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, sprak onder meer daarover in Parijs met president Hollande. Het overleg over de aanslagen in Parijs duurde amper een half uur. Hij bracht zijn condolences over, maar ze spraken ook over een gezamenlijke actie tegen IS. Een zinvol gesprek volgens Kerry. We have to step up our efforts to hit them at the core where they're planning these things. And also obviously to do more on borders and in terms of the movement of people. But the level of cooperation could not be higher. We've agreed even to exchange more information. And I'm convinced that over the course of the next week's dash, we'll feel even greater pressure. David-Jan, gisteren zei president Hollande natuurlijk al dat hij samen met Amerika en de Russen wil optreden tegen IS. Gaat Rusland daarin mee, denk je? Ja, je ziet wel wat beweging die kant op. Vandaag heeft Rusland de Amerikanen ook gewaarschuwd voor wat ze van plan waren. Dus die zware bombardementen van vandaag. Poetin heeft zijn marinecommandant opdracht gegeven om met de Fransen, die ook op weg zijn, samen te werken als met bondgenoten. En John Kerry die heeft ook nog laten weten dat hij binnen een paar weken mogelijkheden ziet om tot een wapenstilstand te komen in Syrië. Maar dat gezegd hebbende liggen daar nogal wat obstakels op de weg. En dat heeft met name te maken met de positie van president Assad. De Russen willen per se dat hij een rol speelt in de onderhandelingen over de toekomst van Syrië. De Amerikanen zien dat helemaal niet zitten. Nou, dat moet nog uitgevochten worden. En zolang daar geen overeenstemming over is, zullen politieke onderhandelingen niet zo heel erg veel zin hebben. David-Jan, dankjewel. Ja, Frankrijk wil hulp van zoveel mogelijk landen, met name ook van de Europese Unie. En daarover ging het vandaag in Brussel. En wat doet Nederland dan? Nou, Arjan Noorlander die is daar. Gaat Nederland de Fransen helpen tegen IS? Ja, Nederland gaat de Fransen maximaal helpen. En dat doen de andere Europese landen ook. De ministers van Defensie van de EU-landen waren vandaag in Brussel om te praten over het terrorisme, over de aanslag. En die hebben Frankrijk alle steun toegezegd om te helpen in de strijd van de Fransen tegen het terrorisme en tegen IS. En volgens minister Hennis van Defensie, die hier in Brussel was voordat ze naar die voetbalwedstrijd in Hannover vloog, zei vanmiddag dat die steun ook militaire steun kan zijn. Ik denk dat Nederland heel duidelijk op zijn netvlies heeft staan dat ISIS alleen bestreden kan worden als je ook in Syrië actief bent. Dat betekent niet dat specifiek Nederland dat in zijn uppie hoeft te doen. De coalitie is daar al actief. Maar ik heb eerder daarover gezegd, er is sprake van één militair theater. Er zijn nog een heleboel afwegingen die je maakt alvorens je de vliegtuigen daar laat vliegen. In dat proces zitten we nu en dat zal ook in het gesprek met de Fransen zeker ter sprake komen. Maar ook Nederland gaat bombarderen in zowel Irak als Syrië. Nederland vliegt boven Irak en we kijken of we iets kunnen betekenen in Syrië. Maar u sluit niks uit? Ik sluit helemaal niks uit. Dank u. Nee, minister Hennis sluit dus niets uit, maar wat heeft Nederland te bieden?
Nou, Nederland vliegt daar al, vooral boven Irak, met 6 straaljagers, 6 F-16's. Nou, dat zouden ze bijvoorbeeld kunnen uitbreiden. En ze kunnen ook het gebied waar er gebombardeerd wordt uitbreiden. Nederland bombardeert nu alleen in Irak, niet in Syrië. Dat ligt politiek gevoelig, vooral ook in Nederland zelf. En Hennis zegt hier, nou, wij willen ook wel met de Fransen meedenken om ook in Syrië actief te worden. Dat betekent dat waarschijnlijk de komende weken duidelijk zal worden dat zowel vanuit Europa, Amerika als Rusland de strijd tegen IS echt flink zal worden opgevoerd. Arjan, dankjewel. Maar de vraag blijft hoe effectief die aanpak zal zijn. Want tot nu toe breidt IS zijn grondgebied alleen maar uit. Een overzicht. Ruim een jaar geleden kondigde president Obama aan dat een internationale coalitie IS letterlijk van de kaart zou vegen. Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy ISIL. Ogenschijnlijk is er in het afgelopen jaar stevig gebombardeerd in Irak en Syrië. Maar toch wist IS zijn grondgebied in diezelfde periode flink uit te breiden. Zo zag het kalifaat van IS eruit toen Obama beloofde het van de kaart te gaan vegen. Maar ondanks die aanvallen vanuit de lucht heeft IS veel gebieden veroverd in Syrië, tot vlak bij de hoofdstad Damascus. En in Irak, tot vlak bij Bagdad. De belangrijkste strategische succes in de oorlog tegen IS is de inname vorige week van de stad Sinjar. Na 250 bombardementen van de internationale coalitie konden de Koerden Sinjar terugveroveren op IS. Het kalifaat is nu in tweeën geknipt. Maar ondanks de bombardementen heeft het IS-kalifaat steun gekregen in de hele regio. Er zijn zogeheten IS-provincies uitgeroepen van Algerije en Libië tot in Afghanistan en Pakistan. En de aanslagen die namens IS zijn gepleegd in bijvoorbeeld Libanon, Egypte, Saoedi-Arabië, Afghanistan en Frankrijk laten zien dat IS inmiddels ook buiten het kalifaat dood en verderf zaait. IS zal een internationale bedreiging blijven. Zelfs als de internationale coalitie erin slaagt het kalifaat van de kaart te vegen. Denk maar aan Al-Qaeda, dat zonder kalifaat, met een man of 10, de wereld in 2001 op zijn kop zette. Nou, hoe dan ook, de bombardementen richten zich steeds meer op de Syrische stad Raqqa, de zelfbenoemde hoofdstad van het IS-kalifaat. Iedere dag bestoken gevechtsvliegtuigen de stad, waar nu nog 400.000 mensen wonen. Op de grond probeert een groep journalisten aan de wereld te laten zien wat er met hun stad gebeurt. Onder de naam Raqqa is being slaughtered silently. Raqqa wordt in stilte afgeslacht. يعني كان استهدافه مدنيين الطيران السوري كذلك الامر استهدافه مدنيين ولكن يعني مجرد صار سماع صوت الطائره هو موضوع خوف شديد جدا لانه ما يعرفوا مين هي مين هذا الطيران وين جاي يضرب وشو جاي يضرب هي اجمل ذكريات في الرقه هي ذكريات التحرير هي ذكريات الحريه الفتره اللي عشناها بالخلاص من نظام الاسد لكن En een uitgebreid gesprek met Hani vanavond in Nieuwsuur. Terug naar Frankrijk. Opnieuw meer dan 100 huiszoekingen afgelopen nacht. Allemaal in de hoop om de daders achter de aanslagen te vinden en nieuwe aanslagen te voorkomen. In deze zoektocht ontdekte de politie mogelijk ook schuilplaatsen van de terroristen. Ja. 128 gebouwen zijn er doorzocht en ook weer bewoners gefouilleerd en ondervraagd. Maar wat er precies is aangetroffen en wie er is gearresteerd, is niet bekendgemaakt. Wel zou er in dit hotel in de Parijse voorstad Alfortville DNA zijn gevonden van 6 daders.
Het Franse weekblad Le Point maakte deze beelden van de twee kamers die zouden zijn geboekt door Salah Abdeslam, een van de aanslagplegers die op dit moment nog voortvluchtig is. Op tafel liggen injectiespuiten en naalden, mogelijk voor druggebruik of voor het prepareren van bomgordels. Op een andere locatie in de buurt van Parijs is een verdachte auto gevonden. De beschadigde Renault Clio met een Belgisch kenteken werd vanmorgen weggesleept voor onderzoek. Extra beveiliging vanavond in Parijs bij deze concertzaal. Want na de bloedige aanslag in de Bataclan vrijdag werden alle concerten hier geannuleerd. Tot vanavond. Simply Red speelt en de toeschouwers bleven niet weg. Maar il faut que la vie reprenne. Je suis fier que le groupe joue ce soir. Je suis fier de voir des gens venir au concert. Parce qu'on a besoin de se divertir, on a besoin d'écouter de la musique. Enfin, Paris, ça reste Paris. Et puis, faut continuer, quoi. En zo komt aarzelend het Parijse uitgaansleven weer een klein beetje op gang. Deze concertzaal hier was na de aanslagen 3 dagen gesloten. Opent vandaag dus weer. De mensen staan in de rij, wachten geduldig totdat hun beurt is gekomen om hier gefouilleerd te worden. Want zeggen ze, we wijken niet voor terreur. Dit is een daad van verzet. We gaan proberen te genieten, ondanks de dreiging van nieuwe aanslagen. In Parijs proberen mensen het leven weer op te pakken. In België is dat niet anders, ook al is het dreigingsniveau daar eerder al verhoogd, van gemiddeld naar ernstig. En worden er nu ook nog 300 extra militairen ingezet voor het bewaken van onder meer gebouwen, bovenop de 220 die er al actief waren. Ondertussen zoekt de politie in België verder naar sporen van de daders en andere potentiële aanslagplegers. De Antwerpse Merg is de drukste winkelstraat van België. Ook hier extra politie en beveiliging. Want de Belgische inlichtingendiensten zeggen dat een aanslag mogelijk of zelfs waarschijnlijk is. Vooral drukke locaties zouden doelwit zijn. Ook de Europese wijk in Brussel wordt nog zwaarder bewaakt dan normaal. België heeft 300 extra militairen ingezet om aanslaggevoelige plaatsen te beveiligen. De vrees is dat de gevluchte terrorist Abdeslam zich in Brussel schuilhoudt. En dus is uit voorzorg zelfs de oefeninterland van de Rode Duivels vanavond in het Koning Boudewijnstadion geannuleerd. Abdeslam is nog steeds voortvluchtig. Hij werd door zijn vrienden in Parijs opgepikt en hier in Brussel afgezet. De Belgische inlichtingendiensten hebben geen idee waar hij is, maar noemen hem zeer gevaarlijk en vrezen dat hij misschien nog een bomvest heeft. Daarom staat iedereen in België nu op scherp. En zijn grote evenementen, zoals bijvoorbeeld die wedstrijd vanavond België tegen Spanje, afgelast. In Nederland is sinds begin dit jaar een speciaal meldpunt geopend voor mensen die bang zijn dat hun kinderen of leerlingen uit hun klas ineens radicaliseren en misschien wel naar Syrië willen. En er is blijkbaar behoefte aan, want de lijn kreeg al zo'n 500 hulpvragen en meldingen binnen. Hulp en radicalisering, goedemiddag. Veel ouders weten de overheidsinstanties niet te vinden of vertrouwen ze niet. En dus bellen ze de hulplijn over hun kinderen die vervreemden van de Nederlandse samenleving. Wij horen van ouders dat hun kinderen zeggen dat ze zich niet thuis voelen hier in de samenleving. Dat ze soms als tweederangs burgers behandeld voelen. Sommigen zeggen ik krijg geen kans, ik word afgewezen om wie ik ben. Men vindt dat het eigen geloof hier ook aangevallen wordt. Het staat onder druk, je kunt hier geen goede moslim zijn. 80 meldingen waren zo serieus dat moest worden ingegrepen. In een derde van die gevallen gaat het om autochtonen. Bij een derde betreft het meisjes en bij een kwart gaat het om minderjarigen. 24 ouders belden te laat. Hun kind was al vertrokken. Het Rijk, gemeente, instanties, iedereen houdt zich nu bezig met deradicalisering. Maar het moet beter, zegt Azarkan. Maar ontbreekt het vaak aan kennis van het radicalisme, kennis van hoe het ontstaat en nog veel meer kennis van echt van de praktijk van de straat. In het verleden is te veel wegbezuinigd, zegt Azarkan. En daarvoor betaalt de samenleving nu de prijs. Er worden in Nederland miljarden subsidies weggegeven. Maar als dat wordt gegeven aan een groepje Marokkaanse Nederlanders, ja, dan is dat ineens besmet. Dan zijn we aan het pamperen. Je kunt ook zeggen dat is een manier om te investeren zoals je dat doet op andere plekken in binding van de maatschappij. Dat is allemaal wegbezuinigd. Veel jongeren radicaliseerden na de aanslagen van 11 september in New York. Omdat hun religie werd aangevallen en zij verantwoordelijk werden gehouden. Die fout moeten we nu voorkomen, zegt Azarkan. Als je dus als reactie geeft stoere taal, we gaan nog harder ingrijpen, de oorzaken niet aanpakt, dan leidt dat toe tot nog meer onbegrip. Je ziet dat er dan toch een tweedeling in de maatschappij ontstaat, de moslims en de niet-moslims. En dat leidt alleen maar ertoe dat er steeds meer afstand tussen die twee groepen en bij een deel, een klein deel van de moslims, eigenlijk
ja, de overtuiging dat je nog meer tweederangs burger bent. Je moet je verantwoorden, je moet laten zien dat je afstand neemt. En dat maakt dat ze zich nog minder begrepen voelen. Ook vandaag belden nieuwe ouders met de hulplijn. Utrecht is een van de gemeenten die veel investeren in deradicalisering. Begin dit jaar werd bij een inval bij terroristen in België een Utrechts paspoort gevonden. Naar aanleiding daarvan zijn nog meer maatregelen genomen en meer samenwerking juicht de gemeente toe. Er zijn heel veel mensen, heel veel initiatieven en dan kan het zijn dat dingen niet goed lopen. Ik heb zelf die berichten erover gelezen, maar niet zeg maar, uit de Utrechtse praktijk gehoord. Maar zo'n signaal neem ik serieus, want nogmaals, samenwerking is de... is een van de geheimen om verder te komen en te kijken of je iedereen weet te vinden en of je informatiepositie optimaal is. Nederland gaat binnenkomende asielzoekers beter controleren en registreren. Het kabinet had daar al een plan voor, maar wil dat nu sneller uitvoeren na de aanslagen van vrijdag. Er wordt op alle mogelijke manieren gezorgd dat we weten wie er zijn, dat er gekeken wordt, dat men signalen oppakt. Dat we weten welke mensen er binnen zijn en zorgen dat eventuele veiligheidsproblemen op tijd aan het licht komen. De diensten zijn alert. Dat geldt voor de diensten op allerlei plekken in Nederland en dus ook bij de asielzoekerscentra. En donderdag is er een debat in de Tweede Kamer over Parijs en de gevolgen voor Nederland met premier Rutte en ministers Asscher en Van der Steur. Een bizar ongeluk in Rotterdam vanochtend. Een automobilist had geen geduld, verliet de file en nam het fietspad met alle gevolgen van dien. 6 mensen raakten gewond. De automobilist raakte ook gewond en hij wordt gearresteerd zodra zijn toestand het toelaat. Artsen in New York hebben de grootste gezichtstransplantatie ooit uitgevoerd. De patiënt kreeg een vrijwel volledig nieuwe hoofdhuid. Het gaat om een voormalige brandweerman die in 2001 zwaar verminkt raakte bij een brand. En Patrick Hardison ging in 2001 een brandend huis binnen op zoek naar een vrouw. En toen hij binnen was, stortte het dak in. Het ziet er niet goed uit voor het belastingplan van het kabinet. D66 wil tegenstemmen. De belastingverlaging van 5 miljard euro die ons voor volgend jaar is beloofd, staat daardoor op losse schroeven. Donkere wolken boven het plan van Wiebes om de belastingen te verlagen. De oppositie heeft te veel verschillende eisen. Mijn achterzakken zijn niet zo vol. Na een fractievergadering gooide ook D66, dat in de Eerste Kamer een cruciale rol speelt, de deur dicht. Als er vandaag gestemd wordt, zal D66 tegen dit belastingplan stemmen. Maar die stemming werd weer een dag uitgesteld. De VVD en ook de PvdA willen geen aanpassingen meer. Na al bijna 40 uur debatteren ging het vanmiddag weer verder. Vanuit de oppositie steunt nu alleen het CDA het plan. Ik verzoem me hier inderdaad mee. Maar dat is niet genoeg, dus moet het kabinet iets bedenken. Ja, we gaan natuurlijk eerst de stemming afwachten. En dan hebben we ook nog een debat in de Eerste Kamer later dit jaar. In die Eerste Kamer denken ze dat er nog onderhandeld kan worden. Ook D66 daar. Het ain't over till the fat lady sings. Tegenstemmen in de Tweede Kamer kost niks, want dan haalt het plan er toch wel. Maar tegenstemmen in de Eerste Kamer is heel duur, want dan sneuvelt het plan. En tot de stemming, half december, gaat de druk dus enorm oplopen. Want wie durft het aan om de kiezer een jaar voor verkiezingen een cadeau te onthouden? Toen de IJsselkogge 3 jaar geleden werd gevonden, was het al nieuws. Een bijzondere vondst op de bodem van de IJssel bij Kampen op 4 meter diepte. Maar het blijkt nog spectaculairder dan gedacht. We krijgen een inkijkje in het leven op een middeleeuws schip. In Kampen hadden ze al een kogge, een replica. Het vrachtschip bracht handelswaar naar de Oostzeelanden. Het gebeurde dat in de Hanzestad een hele vloot koggen met bemanning wachtte op een gunstige wind. Nou, ik denk dat het kanjes waren. We hebben allerlei overlevingspakken momenteel en reddingsvlotten aan boord, maar dat hadden ze natuurlijk vroeger niet. Op grond van globale kennis kon de koggen worden gebouwd. De details moet dit wrak prijsgeven. Het ligt toevallig ook bij Kampen. Sinds 2012 wordt onder water archeologisch onderzoek gedaan. Met unieke resultaten, zegt de onderzoeksleider. Bij mijn weten is het nog niet veel gebeurd in middeleeuwse schepen, dat je eigenlijk echt zicht krijgt op hoe zo'n schip was, van binnen was gebruikt. Onder de kraan ligt het mistige werkterrein van de archeologen. Daar kun je heel geleidelijk aan door het stof een soort van boogvorm herkennen. Ze vonden resten van een scheepskeuken. Het is een oven uit baksteen en tegels opgebouwd.
De maker van de replica smult van de ontdekking. Ja, die oven, die is natuurlijk, dat is een kers op de taart, hè? Ja. En er werd ook in de persconferentie geopperd dat het misschien voor palingroken was. Nou, dat was niet zo. Een broodoven was het, denkt hij. Van een schipper die gewoon goed voor zijn bemanning zorgde. Er zijn meer raadsels. Waarom zonk die kogge bij Kampen? Was het opzet? De bergingsoperatie is waarschijnlijk in januari. Nu al worden losse onderdelen omhoog gehaald. Vanmiddag was het een dekbalk. 600 jaar oud, maar onmiskenbaar van de IJsselkogge. Ja, en wie in de auto naar en van het werk reed, heeft het gemerkt. Door het slechte weer wilde het op veel plaatsen niet lekker doorrijden. Volgens de ANWB stond er rond 8 uur vanochtend 500 kilometer op de snelwegen. Met de provinciale wegen meegerekend kwam de teller op bijna 900 kilometer. De avondspits was iets minder druk, maar vooral rond Amsterdam liep het behoorlijk stroef. Het slechte weer is een voorbode van de storm die later wordt verwacht. En we gaan straks nog even naar Duitsland, naar Jeroen Wollaars. Maar eerst Willemijn over de storm. Ja, dat klopt. Dat leverde vandaag wel mooie golven op. Lekker veel wind aan zee, kon je dus goed bezig zijn. Maar goed, het heeft natuurlijk ook een andere kant en daar ga ik u nu wat over vertellen. Die storm die komt eigenlijk achter dit regengebied aanzetten. Hoort dus bij dat lage drukgebied en trekt van west en dan een beetje richting het noorden over ons land heen. Dat is dan niet helemaal over ons land, want de storm zit echt boven zee. De isobaren zitten hier heel dicht bij elkaar. Nou, daarna wordt het allemaal wat rustiger. Dit ging trouwens wel heel erg snel, dus dat laat ik even voor wat het is. Want tenslotte nog veel meer te laten zien. Dit is het regengebied wat nu over het land trekt. En daarachter is die wind echt enorm aan het toenemen. Op dit moment al windstoten van rond de 90 km per uur in Zeeland. Maar daar blijft het niet bij, want zo ziet het er voor de komende uren uit. Het zwaartepunt van de storm ligt zo rond middernacht. Het is geen puntige piek, maar een brede piek. En dat betekent dus dat we er echt wel even mee te maken hebben. In de kustgebieden kans op windstoten van tussen de 100 en 115 km per uur. Landinwaarts zo'n 80 à 90 km per uur. Nou, het zijn niet alleen de windstoten, er is ook veel wind. En vooral dus aan zee staat er een westerstorm, een windkracht 9 is dat. En wat dieper landinwaarts is het iets rustiger. Daar staat een windkracht 7, een harde wind uiteindelijk. Het koelt af tot een graad of 11. Er is wat bewolking en er valt soms ook wat regen. Nou, wat gebeurt er dan verder met die wind? In de loop van de nacht trekt dat windveld zo via het oostelijke Waddengebied weg. Nee, morgen in de loop van de dag nog wat af. Dus morgenochtend is het eigenlijk vrij rustig. Op de meeste plekken ook droog. Maar later gaat die wind weer toenemen en dan komt er een stormachtige zuidwester te staan in het kustgebied. Boven land een vrij krachtige wind. Later op de dag ook vanuit het noordwesten een aantal stevige buien bij temperaturen die rond een graad of 13 eindigen. Nou, de dagen daarna blijft het eerst nog herfstig met geregeld neerslag, geregeld ook veel wind. En vanaf het weekend gaat de temperatuur omlaag en neemt de kans op wat winterse neerslag toe. Ja, we gaan nog even terug naar Jeroen Wollaars in Hannover. De vriendschappelijke voetbalwedstrijd in Hannover, Duitsland tegen Nederland, is afgelast. Het stadion werd begin deze avond ontruimd. Leden van het kabinet, ook het Duitse en het Nederlands kabinet, die waren erbij. Onder wie minister Hennis en Schippers. Jeroen Wollaars, hoe is het daar nu? Het hele gebied is ontruimd en de korpschef van Hannover heeft zojuist laten weten dat er een dreiging was van een aanslag met een explosief. Er zou iemand in het stadion hebben gezeten die van plan was om een bom af te laten gaan. Lokale media melden dat die bom in een truck of in een ziekenauto of in een ziekenauto of in een truck vermomd als ziekenauto gelegen zou hebben. Dat is op dit moment nog niet bevestigd. Maar wat we wel weten is dus dat om 7 uur vanavond het hele stadion werd ontruimd. We horen hier ook honden door het stadion lopen. Speurhonden van de politie waarschijnlijk op zoek naar explosieven. Of die gevonden zijn is op dit moment nog niet duidelijk. Maar de korpschef van Hannover heeft dus inderdaad laten weten dat er een concrete dreiging was. Een concrete dreiging van een bomaanslag op dit landenspel. Waardoor hij heeft bevolen het stadion te laten ontruimen. Jeroen, dankjewel. En uiteraard later meer in Nieuwsuur om 10 uur op NPO 2. Fijne avond.